Dag iedereen en welkom bij mijn kanaal. Mijn naam is Stijn en vandaag gaan we twee identieke weerstanden in parallel gaan analyseren. Dus wat we krijgen is dit circuit. Nu zien, we hebben hier een bron van 5 volt en twee identieke weerstanden die gelijk zijn aan 1 kiloohm. Dus hetgeen wat je op dat schema ziet, ik som hier gewoon de gegevens, de vragen op en ik geef jullie de twee formules die dat dan nodig zijn. Wat vraag ik? Ik vraag de vervangingsweerstand, de totale stroom en de stroom door elke individuele weerstand. De formules dat jullie moeten gaan toepassen is de vervangingsweerstand. In dit geval voor twee weerstanden vind ik deze formule het gemakkelijkste om toe te passen. En een andere formule die je moet toepassen is de wet. Nu, we gaan er eens gezamenlijk aan beginnen. Of eventueel dat je zelf even de tijd hebt genomen om je op pauze te zetten en oefening zelf op te lossen. Oplossing voor te starten beginnen we met het berekenen van de vervangingsweerstand. Dus we hebben daar twee identieke weerstanden die dat daar in parallel staan. Die moeten we zo berekenen. Dus RV is gelijk aan, als we dan de formule invullen, 1000 ohm maal 1000 ohm deel 1000 ohm plus 1000 ohm. Ik schrijf het even in de markten, omdat het iets korter is, dan heb ik iets meer plaats. Dus 1 miljoen deel door 2000, dat komt uit op 500 ohm. Dus als wij eenheid niet vergeten. Dus zoals wij ook gezien hebben in de lessen, zal indien dat wij twee identieke weerstanden in parallel hebben, de waarde van vervangingsweerstand gelijk zijn aan de helft van de waarde van de individuele weerstand. Volgende stap, want we hebben nu de vervangingsweerstand bepaald en het heeft natuurlijk ons circuit ongelooflijk vereenvoudigd. Dus nu hebben we daar gewoon de bron van 5 volt en nog één weerstand van 500 ohm. Dat is wel gemakkelijk om de stroom te bepalen met behulp van de wet van ohm. I is gelijk aan de spanning, de bronspanning, deel door de vervangingsweerstand. En dat zal dan gelijk zijn aan 5 volt, deel door 500 ohm. En dat is gelijk aan een 10 milliampère. Excuseer, ik ben in mijn enthousiasme een beetje een creatief kunstwerk van te maken. We hebben nu totaal stroom berekend. Nu moeten we nog de stroom bepalen door elke individuele tak. Als wij ons origineel schema terug gaan bekijken, dus dat wij onze weerstand van 500 ohm, dat wij die vervangingsweerstand terug uitkloppen in zijn oorspronkelijke vorm, natuurlijk twee identieke parallelweerstanden, dan ziet u dat de spanning die over elke weerstand staat, gelijk is aan de bronspanning. De stroom door elke tak kunnen we ook bepalen met de wet van ohm. De spanning over de weerstand zal gelijk zijn aan de bronspanning. Kunnen we dan delen door de waarde van de weerstand om de stroom te krijgen. Dus dan gelijk aan 5 volt deel door 500. Voortje, ik deel door 1000 ohm is gelijk aan 5 milliampère. Aangezien wij voor de tweede weerstand dezelfde spanningsval hebben, er staat namelijk ook de bronspanning over. En de waarde van onze weerstand is gelijk aan de eerste weerstand, dan zal die formule ook hetzelfde resultaat gaan geven. Dus in deze toepassing zal dus de stroom door de eerste weerstand ook gelijk zijn aan de stroom door de tweede weerstand.